Wie zijn jij? We bevinden ons op de repetities van Schoon Verdiep, een komedie van de bovenste plank met een indrukwekkende cast, gebaseerd op de Engelse kaskraker Out of Order. En nu helemaal opnieuw geschreven en aangepast voor het Vlaamse publiek. Ja, het stuk is eigenlijk een klassiek deurenstuk. Een deurenstuk dat houdt in dat er zoveel mogelijk mensen op moeten komen en weer afgaan, letterlijk en figuurlijk. Jij gaat nu recht naar huis. Tom Langba wacht op u. Het is een uitwisseling van misverstanden. Iedereen liegt zich een weg eruit, zoals we dat in de politiek ook kennen. Daar gaat het ook over. Het gaat over de politieke wereld. Schoon Verdiep zegt genoeg, dat is het stadhuis van Antwerpen. Wij gaan niet een persoonlijke partij bekritiseren, maar vooral hoe politiekers met elkaar omgaan en heel de entourage daar rond. Dus, ja, het is een heerlijk wespennest van misverstanden. Ik zit in de kamer. Is dat een nieuw plan? Nee, dat is de opname van madame de Bossen. Wat? Dat is de man van de burgemeester? Ja. Maar van pardon! Nee, maar het is niet wat je denkt. Ik vind dat fantastisch. Dat zijn allemaal mensen die je natuurlijk kent onder acteurs. Maar met de meesten heb ik eigenlijk nog niet samen gespeeld op theater. En ik vind dat heerlijk, ja, ja, ja. Ja? Roomservice, zit er zo'n 30 Waar moet ik eigenlijk? Ik ben zo snel mogelijk naar hier gekomen. Ja, maar verwacht. Je kan om te zien en dat alles in orde is. Het is voor mij zeer fijn om aan weer comedy te mogen doen. En dit is een comedy van de bovenste plank. En daar kan je eens echt je later in gaan als acteur. En ik probeer dat ook te doen. En de mensen moeten het maar komen kijken en dan gaan ze zich zeker amuseren. Hij zit in de kast. Leon? Waar is Leon? Zit in de kast? In zijn onderbroek. Waar is Leon? Zit in zijn onderbroek in de kast? Ja. Wat doet mijn Leon in zijn onderbroek in de kast? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar we begonnen allemaal. De korte versie, Leon. De personages staan een beetje te lijden op de scène in hun bizarre situaties. Maar het publiek zal zich zonder twijfel amuseren, ook omdat het een goed geschreven komedie is. Een typisch Engelse goed geschreven komedie. Het speelt zich af in een hotel. En wat mis kan gaan, gaat mis. Yes! Laat het nu maar een keer uit, hè. Wat je hier doet, dat is de suite van madame de Berlin.